Wereldwinkels in Nederland hebben het moeilijk. Steeds meer sluiten de deuren. Supermarkten nemen de Fairtrade producten over. Hier in Dordrecht heeft de Wereldwinkel daar geen last van. Bij ons gaat het prima. Het is, natuurlijk kunnen we altijd meer klanten gebruiken, want wij willen natuurlijk zoveel mogelijk mooie producten verkopen. En dat doen we niet voor onszelf, maar juist omdat dan degenen die de producten maken in de ontwikkelingslanden, kunnen daar een leefbaar bestaan van opbouwen. De winkel is meegegaan met zijn tijd. Je ziet hier geen geel of bruine kleuren meer. Nee, we zijn een lichte winkel geworden. We hebben prachtige, moderne producten. Dus wat dat betreft is het bij ons niet het geval dat wij op omvallen staan. Dat is zeker niet het geval. Met verschillende acties blijft de winkel klanten aantrekken. We staan bijvoorbeeld in de zomer op de lifestyle-markt op het Beverwijksplein. En daar zijn ontzettend leuke markten. En tussen dat soort kramen willen wij graag ons gezicht laten zien. Wij hebben bijvoorbeeld aanstaande donderdag komt er een zilversmid in onze winkel. En die laat zien van hoe hij de zilveren sieraden maakt. Om de organisaties echt te kunnen helpen, draait de winkel op vrijwilligers. Wij werken met 100% vrijwilligers en dat is een team van zo, dat wisselt wel iets, zo rond de 35 mensen. En die zijn allemaal enthousiast en zij willen ook dat het heel goed met onze winkel gaat, omdat we weten waar we het voor doen. Hoe meer wij kunnen verkopen, hoe meer mensen we eigenlijk in de derde wereld helpen. Hè. Dat is de sublieme manier van ontwikkelingshulp.